De grote sprong voorwaarts was één grote catastrofe gebleken met desastreuze gevolgen voor de Chinese bevolking. Maar de Communistische Partij met Mao aan het hoofd was vastbesloten om China verder te helpen. En ze kwamen met een nieuw plan, de zogenaamde Culturele Revolutie. Ja, en die Culturele Revolutie is dus een nieuwe poging van de CCP om de Chinese samenleving en de Chinese economie echt ingrijpend te hervormen. En daar zit dus het woordje cultuur in, hè? dus ook de Chinese cultuur wordt echt aangepakt, die moet echt anders en dan zie je dus dat er aan de ene kant heel veel propaganda wordt bedreven rondom de persoon van Mao, hè? daar wordt echt een hele cultus omheen gebouwd, hij is de zogenaamde grote roerganger van het Chinese volk, hij staat aan het roer van het Chinese schip. En iedere Chinees kreeg dus ook zo'n rood boekje zoals we hier op de afbeelding zien, waarin uh, je eigenlijk het hele gedachtegoed van Mao kwam te staan. En overal zag je hem op posters en schilderijen en standbeelden en dergelijke. Dus er werd een hele cultus omheen uh, verzonnen. Je kon niet om hem heen. En aan de andere kant zag je ook dat de vermeende tegenstanders van Mao, dat die zoveel mogelijk uit de Chinese samenleving eh, werden verbannen. Hè, dat, die, dat die uit de Communistische Partij werden gezuiverd. Dus daar vond ook een soort grote schoonmaak plaats, zou je kunnen zeggen: onderdrukking van andersdenkenden. Ja, en dit wordt dus geïnitieerd door de CCP en het zijn met name de Rode Gardisten die hierin echt het voortouw nemen. En de Rode Gardisten dat zijn uh, veelal jonge, heel erg militante communisten die dus heel erg achter Mao staan. En zij zijn dus ook verantwoordelijk voor de tafrelen zoals je op de foto daar rechts ziet. Maar ja, wat waren dan de kenmerken van die culturele revolutie? Even de belangrijkste ervan op een rijtje. Ten eerste was die culturele revolutie heel erg antitraditioneel. Tegen de Chinese geschiedenis, tegen de Chinese tradities. En dat betekende dat het Confucianisme en andere uh, oude dingen, historische gebouwen en monumenten, dat werd allemaal vernietigd: stambeelden, poorten, uh, heilige plekken, het werd allemaal vernietigd door die rode gardisten. En vanuit de gedachte dat die klassenstrijd, dat die echt vooral op het platteland plaats zou moeten vinden, uh, werden intellectuelen naar het platteland gestuurd. En die culturele revolutie was dan ook erg anti-intellectueel. Had jij gestudeerd, had je echt doorgeleerd voor een beroep uh, aan de universiteit en dergelijke, werk jij dus vooral met je hoofd, met je hersens, ja, dan werd je gedwongen om op het platteland te gaan werken. En er werden honderdduizenden artsen. Uh, bankiers, noem het allemaal maar op, die werden gedwongen om hun, uh, hun werk en hun stad te verlaten en die moesten gaan werken op het platteland. En op die manier zouden ze in de ogen van de CCP opnieuw opgevoed worden. Ja, en als laatste was die culturele revolutie ook heel erg xenofoob, dus heel erg tegen het buitenland gericht. Hè. Er kwam echt een verbod op en dus ook een uitbanning van alle buitenlandse invloeden. Hè. Hier zien we bijvoorbeeld uh, dat er zaken in brand worden gestoken. Dus opnieuw was dit een behoorlijk heftige periode in de Chinese geschiedenis. Eigenlijk heel kort dus op die grote sprong voorwaarts. We zijn slechts een paar jaar verder. En uiteindelijk leidt ook die culturele revolutie opnieuw tot miljoenen slachtoffers. En raakt de Chinese samenleving nog verder ontwricht. De landbouwproductie die daalt opnieuw sterk. De industriële productie die daalt ook. En het leven in de steden dat raakt ook compleet ontwricht. Eerst die grote sprong voorwaarts en nu die culturele revolutie. Uh, de Chinese bevolking, de Chinese samenleving, heeft het zwaar te verduren onder het juk van Mao en de Communistische Partij.